Hallo! Het is weer Tuesday Art Day en ik wil even jullie vertellen waar ik mee bezig ben. Over een paar weekjes, 26 en 27 augustus, is hier de open atelierroute in Baarn en daar doe ik aan mee. Dus mijn atelier staat ook open. Jullie zijn welkom, by the way. En daarvoor wil ik natuurlijk nog even twee nieuwe werken erdoorheen knallen. En daar ben ik al een tijdje mee bezig. Maar ik zat van de week met het vakklap aan de telefoon, want ik heb weer iets heel ergs te biens bedacht, namelijk ingewikkeld. Het is namelijk op persplex en dingen worden dan transparant en het geeft diepte. Alleen het materiaal zit niet helemaal mee. Dus ik krijg morgen de proefprints om te kijken van joh, klopt het nou wat het vakklap zei van joh, dit werkt niet. En ondertussen ben ik, zonder dat ik het resultaat al heb gezien, even een andere oplossing aan het zoeken. Dus ik ben nu met mijn stand, ik zal hem even laten zien. Ik wil dingen namelijk doorzichtig hebben in de eerste laag en dan de tweede laag wel zichtbaar, waardoor je diepte creëert. En ja, ik zal het even laten zien. Ik ben dus aan het poetsen. Oeps, ik zit echt nog niet lang op camera's doen en zo. Kijk, dan teken ik die blokjes zo in. En dan zal je misschien denken, wat zijn die blokjes dan? Nou, in deze laag wordt dat dan doorzichtig. En zo poets ik lekker verder. Het beeld is trouwens een beetje ja, troebel. Er zitten heel veel lagen in, zoals je ziet. Getekend. Ja, meerdere foto's. Inkt. Nou ja, het wordt heel gaaf. En ja, ik hoop dat het materiaal een beetje gaat doen wat ik wil, uiteindelijk. En dan hoop ik te kunnen exposeren de 26e en de 27e. Dus ja, het wordt nog spannend. Nou, ik ga weer even verder. Ik zie jullie volgende week. Doei!